Ik wist dat het boekje uitkwam. En als je via de site bestelt, duurt het minimaal een dag. Dus ik ben gewoon eigenlijk gelijk naar de boekenwinkel gelopen, heb hem gekocht en ik ben erin begonnen. En ik heb eigenlijk wel binnen 3 uurtjes het hele boekje uitgelezen. Snel maakte hij zijn veiligheidsgordel los. En daarna die van haar. Ze zag de frustratie in zijn ogen. Niet hier, gromde hij hoofdschuddend. Niet zo. Neem me mee naar binnen, Justina. Mijn moeder was een hele grote fan van die boekjes. En toen mijn moeder overleed, 1,5 tot 2 jaar geleden, heb ik wat boekjes van haar gekregen. En toen ben ik er eigenlijk in begonnen om te kijken wat het was. Ik gaf altijd op die boekjes af en ik zei, het is toch zoetsappige verhaal. Er zit nooit wat van waarheid in. Maar toen ik begon te lezen, was het toch wel erg grappig om te zien hoe zo'n verhaal begint en eindigt. Zijn handen lagen om haar middel en ze stak haar handen uit naar zijn schouders. In een mum van tijd gleden zijn vingers over haar met satijn bedekte borsten en kreunde ze alsof ze pijn had. Het is gewoon een soort fantasie, een soort droomverhaal. Het is iets wat niet in de werkelijkheid zou kunnen gebeuren. Het is gewoon echt iets waar je mee weg kan denken, weg kan dromen of zoiets. Het is niet echt werkelijkheid en dat maakt het juist wel leuk. Neem me mee naar binnen, Justina. Hij boog zijn hoofd en streek met zijn lippen over de haren. Ik wil in je zijn, anders ontplof ik.